Dus ja, ik stel me wel kwetsbaar op, ja. Dat doe ik ook echt bewust. Ik denk dat dat echter contact met zich meebrengt. Dat wij nu ook dat zie je in de media ook wel steeds, dat voelen hoe belangrijk dat is. Ik voel mij gekwetst. En dat, of je nou een politicus kan dat doen, maar de lui die dat heel erg doen, zoals de jongens van Pauw Nieuws bijvoorbeeld, die roepen altijd van de anderen, je doet huilie huilie, je voelt je gekwetst. Maar die roepen zelf als eerste dat ze gekwetst zijn of dat ze aangepakt worden. Dus en Wilders ook, hè, die is ook altijd huilie huilie, die voelt zich ook altijd gekwetst. Of voelt zich altijd, ik mag niks zeggen, dat enorm fenomeen van gekwetst voelen en niet volwassen gedragen, vind ik dat. Maar hebben we ook helemaal geen probleem mee om kwetsbaar te zijn. Soms heb ik zelfs het idee dat ik dus wat minder raakbaar ben door gewoon toe te geven dat ik heel kwetsbaar ben. En wat ik ook heb is van ja, ik kan heel gaaf het concept van bijvoorbeeld iemand leuk vinden of toegeven dat je iemand leuk vindt, vind jou bijvoorbeeld niet leuk. Kun je heel erg schamen daarvoor en denk ik, nou ja, ik durf best toe te geven dat ik nu heel teleurgesteld ben dat de ander mij bijvoorbeeld niet leuk vindt. Ik vind daar niks raars aan of zo. Dus ik heb niet dat, ik vind oprechtheid is een heel belangrijk, of een heel mooie eigenschap vind ik. Ook als dat inhoudt dat je je rot voelt of dat je faalt of whatever. Dus ja, ik stel me wel kwetsbaar op, ja. Dat doe ik ook echt bewust. Ik denk dat dat echter contact met zich meebrengt. Ja. En dat verhoogt integriteit en oprechtheid. En dat zijn positieve dingen, denk ik. Ja, zeker in contact met anderen als we het hebben over interactie met mensen.